geeft ons de tijd om voort te gaan met de hengstenpresentatie. En dan gaan wij voort met Tiger van Druitershof. Tiger van Druitershof ging vorig jaar toch wel wat over de tong na zijn optredens in de hengstencompetitie. Het was zeer, zeer overtuigend. Het paard heeft toch al hele goede dingen laten zien in de afgelopen jaren. Ja, en ook een hengst die nauw aansluit bij de moderne springsport. Bloedgemaakt, lichtvoetig, snel in de benen en een hengst met heel veel gummie. Tiger van het Ruitershof heeft een plekje in de hengstencataloog van CBS Stallions en Harry Smolders. Tiger van het Ruitershof die u het afgelopen seizoen heeft kunnen zien in de Belgische hengstencompetitie onder het zadel van Nick Vrins. Gekeurd bij Stamboek BWP, gekeurd bij Stamboek Zangerszijde, geboren in 2019. We kijken hier naar een vijfjarige zoon van Chuck Fly, dan Comilfo Cartani, dan de volle zus van Emerald en dan zien we daar Cartina Z. Een van de meest bekende stammoeders van dit moment, denk ik. En een stam waar Harry ook positieve ervaring mee heeft. Daarover zo dadelijk ongetwijfeld meer. Tiger van het Ruitershof is dus Chuck Fly aangepaard met de volle zus van Pegase van het Ruitershof, met de halfzus van de Grand Prix hengsten Gilbert van Druitershof. Gaat dan via Cartani terug op de voormalige Grand Prix winnares Diamantina, die we met Constant van Pasen op 4 en 5 sterren niveau zagen. En die het jou misschien nog wel eens moeilijk gemaakt heeft, Harry. Want die Diamantina, dat was een veelwinnaar. En dat was ook jouw Olympiadetroef Emerald. Jouw ervaringen met deze stam. Want niet alleen ik ben heel erg benieuwd, maar ik denk dat we alle wel benieuwd zijn hoe deze Tiger op jouw pad gekomen is en wat jij denkt van die enorm bekende en populaire stam van Cartina Z. Ja, dit paard, Tiger, ja, dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ik was, toen was hij 2 jaar oud, ik liep bij Bert van den Branden door de stal en ik passeerde de stal van Tiger en ik dacht direct, deze wordt de mijne. Dacht Bert er ook zo over? Ja, ik dacht ik ga hier niet van de plek af voordat hij van mij is. En zo geschiedde eigenlijk ook. De paard pakte me direct in met zijn houding, met zijn uitstraling. Hoe hij daar in stal stond als een koning te kijken. En ja, tot nu toe ben ik er ook nog heel, heel, heel blij mee. Dus. En dan heb je zo'n hengst geen sprong zien pakken? Of Ik had hem toen nog geen sprong zien pakken en ik wist het al dat hij, ja, alleen al die houding en zijn lichaam, ja, direct echt een sportpaard en een hengst om te zien. Ik vond direct dat hij het totaalplaatje had en ik had hem nog niet eens zien springen. Maar goed, dan nog een keer Chuck Fly, bloed dat we eigenlijk nog niet hebben of nog weinig hengsten van hebben hier in België en Nederland. En dat dan uit een van de, zo niet de beste Meristam momenteel in de wereld. Ja, toen wist ik het zeker. Tot nu toe heeft hij je waarschijnlijk niet teleurgesteld. We zagen hem 3-3-0 lopen in de Belgische hengstencompetitie met Nick Vrins bij de vijfjarige. Ja, dan is die uiteindelijk de jouwe geworden. Wat viel er op aan deze hengst tot dusver? Want je hebt hem 1 keer zelf uitgebracht. Dat was tijdens de finale in Lier. Ja, zoals ik net al zei, ik wil natuurlijk waar onze als hengsthouder toch naartoe moeten, denk ik. De laatste jaren, we zien wel sport, gecombineerd natuurlijk met fokkerij. Maar ik wil ook graag naar een bepaalde transparantie. Zoals je ziet ook, dit paard begint lekker ontspannen, lekker normaal over die eerste hindernissen. En het is niet zo dat hij er een meter boven hangt. Want ik wil dat die paarden er straks zijn op het moment dat ze er moeten zijn. En dat heb ik met deze wel echt het gevoel. Dat paard is slim, is intelligent. Hij begint mooi ontspannen en ja, er zit zoveel atleet in dit paard. We zullen dadelijk eens een keer wat meer springen
En dan kunnen we ook samen bekijken wat ik bedoel. Oké, Okser. Harry, gaan we heel even terug naar de basis van die stam, Cartina Z. Jij hebt natuurlijk Emerald gereden, jij kent Diamantina, je hebt Nixon gereden. Speelt dat allemaal mee, dat je heel veel positieve ervaringen had uit die soort? En dat je dacht, ja goed, uit die stam wil ik zelf ook iets in mijn hengstenbestand hebben? Ja, zeker. Als je ziet wat er allemaal uitkomt uit het stamtje en hoe dat vertakt is. En er blijven goede sportpaarden links en rechts uitkomen. Ja, dat is geen toeval meer, hè. Dat is gewoon echt, zit zo verankerd in dat... In dat stammetje. En ja, zoals ik zei, deze ook lichtvoetig, atletisch, mooi. Ja, hoe ver net die gaat komen, het is afwachten. Maar dat proces alleen al van zo'n paard is al fantastisch om mee te mogen maken. Je geeft het al aan, lichtvoetig, atletisch, modern. Verwacht jij ook dat hij die kwaliteiten of die eigenschappen uiteindelijk door gaat geven? Ja goed, we hebben al een paar veulens gezien. En ik moet zeggen, die veulens die ik tot nu toe heb gezien, zijn echt veulens met een gouden draadje. Hij geeft zoveel klasse mee die hij zelf ook op zijn lichaam heeft. Na die tijd kunnen we de hengst ook even een keer van dichtbij bekijken. Het verbaast mij elke keer weer. Als je dit paard op stand ziet staan, hè, je ziet nu nog onder de man is hij jeudig. Hij is nog wat smal. Hij moet nog wat uitdijen. Hij is ook nog maar 5 jaar oud. Maar als dit paard dadelijk volwassen is, uitgegroeid is, ja, daar staat een heel, heel mooi paard. En je kunt het straks zien als je er langs staat, hoe een mooie maat en wat voor mooie hengst dat dit is. En het is hengst en sportpaard in één in mijn gevoel. Een bit wider. En dit paard heeft veel atletisch vermogen. Dus dat wil zeggen dat hij in de lucht makkelijk kan bijschakelen. Wat nu nog niet opvalt, maar dat zal ik dadelijk proberen te laten zien. Dat hij ook een... Hij gaat zich straks ook onderscheiden met de snelheid van zijn voorbeen. En dat is een andere kwaliteit nog van hem. Dus ik denk als het later echt op tijd gaat en zo, ja, dan kun je, hij gaat tegen de klok ook nog heel speciaal worden. Maybe one time a bit bigger. Hij is pas 5 jaar jong, komt al op een goede manier heel volwassen en cool over. Is dat ook iets wat denk jij diep in deze stam verankerd zit? Sorry Chris. Het coole, dus het gemak waarmee hij het doet. Hè? Hij laat zich hier al heel eenvoudig eigenlijk rondrijden, zo tussen het publiek. Is dat iets wat misschien ook wat diep in deze stam verankerd zit? Ja, dat wedstrijdelement. Je ziet dat de paard komt binnen, is heel cool. Hij heeft dan wel al die hengstencompetities gedaan, maar ja, dat scherm hier, het publiek en alles. Hij blik of bloos niet. Dit is een paard dat volgens mij gaat leven voor de sport. Die komt binnen, die weet straks wanneer het erom gaat. Die weet wanneer het belangrijk is. Allemaal eigenschappen die eigenlijk heel moeilijk te herkennen zijn in een jong paard. Maar lichtjes voel ik dat met deze al wel. Prut. Prut. Lekkere galop, lekker makkelijke mond. Op. Een beetje groot, smolders. Maar ja, goed, gebeurt ook. Ik ben ook niet perfect. Nou weer een beetje dicht. Ja. Fout van de ruiter, maar ja, goed. Ja, kijk, maar zie je die reactie op die ene tik? Ja, dat is voor mij... Daar genieten wij als ruiter van. Hè. Hier heel lichtjes eraan. En dan zie je direct de volgende sprong. Hoe makkelijk hij versnelt in het voorbeen zonder zichzelf er heel druk over te maken. Dus een paard dat kan incasseren, maar op deze reactie, dat zien wij graag.
Ja, wat wil jij nog meegeven als jij op het zadel zit van zo'n paard? Want dat is het enige wat wij niet mee kunnen krijgen. We zien hem hier heel goed met name terugspringen. Hè? Hier op de okser komt inderdaad iets dicht in de voet. Schakelt dan heel goed terug. Op die okser weet hij weer heel goed naar voren te schakelen. Wat voel jij als ruiter als jij in het zadel zit van deze Tiger van het Ruitershof, de Chuckfly, met de volle zus onder meer van Pegaas? Ja, kijk, het wordt eigenlijk voor dit paard nog weinig gevraagd eigenlijk. Want hij neemt alles zo makkelijk in zich op. Hij gaat overal heel makkelijk mee om. Daarom heeft hij ook, denk ik, straks zeker voldoende vermogen, omdat hij zo makkelijk breed kan springen. En breed is echt een graadmeter voor vermogen. En zelfs als ik net een beetje onder tempo kom, je ziet het niet, maar dit paard kan gewoon bijschakelen in de lucht. En dat is een kwaliteit die bijvoorbeeld Urikas heeft, maar deze hengst ook. Ik spring nog één keer die gele okser, omdat ja, het best een lekker gevoel hoor. Hopsa. Ja, en zo'n laatste sprong, daar kan ik alleen maar van genieten. Dat geeft als ruiter een fantastisch gevoel voor de toekomst. Als laatste nog, Harry, wat voor type merrie zou je erbij willen adviseren? Want we zijn natuurlijk allemaal benieuwd, hè? De juiste aanparing maken, de juiste hengstenkeuze maken. Daar zijn we hier vandaag ook voor aanwezig. Tenminste, daar ga ik toch een beetje van uit. Wat zou je de mensen adviseren? Ja, ik denk dat dit paard op heel veel merries gaat passen. Hij komt uit het juiste lijntje. Hij heeft bloedvoering die we nog niet veel hebben. En de veulens die ik heb gezien zijn allemaal super chic met het gouden draadje. Dus in mijn ogen past hij op heel veel merries. Ik wou het met deze hierbij laten. Wij gaan naar de volgende. Chris vertelt even verder. Harry, wij danken jou zeer en we danken ook Tiger van het Ruitershof, dames en heren, die hier in ieder geval eventjes liet zien wat hij in huis heeft en wat hij aan uw merriestapel toe zou kunnen voegen.